Kunstenares Kitling Chong Pyanggi heeft gisteren haar solo-expo geopend in de Reditex Art Gallery. De expo heeft als titel A la Condretori en is gebaseerd op haar eerder uitgebrachte boek Het A la Condre Drakenmeisje. Collega Sivra Goudland maakte tijdens de opening het volgende verslag. Goedendag kijkers, wij staan nu in de Reditex Art Gallery waar serieus de A la Condretori solo-expositie van Kitling Chong Pyanggi is geopend. Deze expositie heeft ze gebaseerd op haar boek die ze heeft geschreven, de A la Condre Drakenmeisje. Wij gaan straks even een gesprek hebben met mevrouw Kitling en zij gaat ons wat meer vertellen wat haar heeft geïnspireerd om deze expositie in elkaar te zetten. Kijkt u mee. Mevrouw Kitling Chong Pyanggi, alvast gefeliciteerd met uw solo-expeditie. Dankjewel, dankjewel. Kunt u ons wat meer vertellen over uw solo-expeditie? Want de werken zijn heel bijzonder en heel mooi. Maar we gaan dan beginnen met de titel. Waarom heeft u gekozen voor zo'n titel? Omdat het gaat om een à la condre gevoel. Het gaat niet eens zo. Ik heb een boek geschreven over een à la condre drakenmeisje. Maar het gaat niet eens zozeer om het à la condre drakenmeisje. Het gaat vooral om het à la condre. En het à la condre gevoel, de filosofie, onze levenswijsheid van Suriname. En het is à la condre geeft ons veerkracht. À la condre moeten we koesteren, omdat à la condre voor ons heel erg belangrijk is. Chong Pyanggi zegt verder dat het à la condre concept de Surinamers bindt als natie en dat wilde zij in de spotlight zetten. In à la Condretori geeft de kunstenares bezoekers de gelegenheid om persoonlijk te genieten van de prachtige kunstwerken die in haar boek zijn opgenomen. Er is ook gedacht voor de jeugd en wat zij kunnen leren uit deze expo. En daarom heb ik een educatief programma verbonden aan deze expositie. Maar een heleboel mensen denken dat ik nou, omdat ik een educatief programma heb verbonden eraan met voorlezen, denken een heleboel mensen dat het een kinderboek is. Maar het is geen kinderboek. Het is een boek, een à la condre roman. En het is ook een kunstboek, want alle kunstwerken zijn ook opgenomen. En kunstwerken vertellen een verhaal. En de tekst vertelt een verhaal. En het is geschikt voor iedereen. Maar het beste geschikt is het voor toch wel voor iedereen die een beetje ouder is. Dus minimaal 12 jaar. Maar mijn zoon vertelt wel stukjes eruit uit het boek aan zijn kinderen. En die zijn 4 en 7. Dus dat kan ook. Maar als roman moet je toch wel een beetje ouder zijn. De expositie à la Condretori is een integraal deel van dit grote project bij de galerie. En sluit naadloos aan op de boeiende dialogen die daarbinnen gevoerd worden. Behalve de kunstwerken uit het boek zijn er in de expositie nog meer werken van Chong Pyanggi te zien, die een à la Condretori vertellen. De expositie is te bezoeken vanaf vandaag, 4 november, tot en met zaterdag 3 december in Reditex Art Gallery.